Ik ben Oki Bolaji, de Zulu Warrior. Ik ben 27 jaar oud. Ik kom uit Diegem en ik ben een professioneel MMA-vechter. Wat is het grootste misverstand of vooroordeel over MMA? Mixed martial arts. Mensen denken dat het is als een dogvechter, weet je. Als ze zeggen... Ondervechten. Ja, ja. Ze denken dat het is misschien te violent. Omdat, ja, het is in een kooi. Hij is op de grond, je slaan. En dus ze zijn een beetje bang. Maar wat ze weten niet, is dat het is heel veel detail, veel techniek. Het is niet alleen je vecht als een street vecht. Nee, dat zijn regels. Vroeger MMA was één bokser en zijn tegenstander was misschien een judoka. En om te zien welke is de beter. Maar met de tijd, vechter, doe alles nu. Omdat nu je moet alles doen. En UFC, wat is dat? Ja, dus UFC is het is een organisatie, maar de best of the best. Het is de nummer 1. Dat is veel organisatie van MMA. Maar UFC zijn de eerste. En iedereen wil daar gaan. Weet je. Dus het is de top, de Champions League van de voetbal. Wat gebeurt er met jou als je in een kooi stapt om aan een MMA-gevecht te beginnen? Ja, dus dit is een bouton, hè. Hoe zeggen we bouton? Een knop. Een knop dat ik doe, knop, en ik switch om to de Zulu Warrior. Weet je? Ik ben niet Bolaji Oki, ik ben de Zulu Warrior. En de Zulu Warrior is bang van niets. De Zulu Warrior heeft een missie. En ik ben zo opladen, weet je, ik moet, opladen, zo bim, bim, bim. En ja, it became my signature. Ja, maar nee, omdat, weet je, ik ben als Muhammad Ali, hit but don't get hit, you know. Ja, dus ik heb een stijl dat ik weet dat als ik moet winnen, ik ga winnen. Als ik moet verliezen, ik ga verliezen. Maar ik ga alles doen. En als God wil, ik ga winnen. En ja, ik win altijd. Pas grand chose pour que mes gars te la mettent un billet sur ta tête, c'est comme ça que ça marche. Zulu gang dans la maison, Zulu gang dans le vaisseau, bébé j'ai des invités, oublie pas de faire ma vaisselle, Zulu gang dans la maison. Zulu... Waar droom je van? Waar droomt Oki Bolaji, de ex-pizza courier, van om ooit te bereiken? Nu, mijn volgende droom is om de UFC champion te zijn. En step by step. En ook een star te zijn. En misschien doen films. En ja, en muziek ook. Omdat ik doe rap als ik was klein ook. Als ik was 14, ik was aan rappen en rappen. En ik rap nog. Dat is voor mij, weet je. Maar het is een droom ook dat een dag ik kan, weet je, alles doen en een grote star in de hele wereld zijn. En ja, dat is een dream. Je me fais courser par les flics, pas parce que j'ai du fric, parce que je viens d'Afrique. Je suis raciste des racistes. Ça fait de moi un gros raciste. Thank you, man. Ja. Bedankt om deze Sporza video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.